Ze mogen dan misschien wel al op leeftijd zijn, maar ze barsten nog steeds van het creatieve talent. De oude meesters. Ik laat het maar gewoon op me afkomen. En het moeilijkheid is om iedere keer weer een ander onderwerp te vinden. Dat is een moeilijkheid. Nadat zijn vrouw 9 jaar geleden overleed, begon de inmiddels 90-jarige Christ Gulden uit Vught met schilderen. Iedere vrijdag schuift hij aan bij het schildersklasje van Joke Smeets in Huize Elisabeth. Wat is er zo leuk eigenlijk aan het schilderen? Wat leuk aan is? Ja, je creëert iets, hè. En vooral als ik er humor in kan brengen, vind ik fantastisch. Het potlood waar hij zijn leven lang mee tekende als technisch tekenaar, ruilde hij in voor een penseel. Als het even kan, stopt hij wat humor in zijn werk. Wat is nou de leukste grap die u gemaakt heeft in uw werk? De leukste? Nou, dat vind ik die boterhammen van Goslaar. Dat vond ik de leukste wel. Mijn moeder is van Duitse afkomst. En die had in haar plakboek uit Duitsland de boterhammen staan op een prentbriefkaart van Goslaar. Ze is aan het karnen, zoals men hier ziet. Maar de duivel, die hier links staat, die probeert dat karnen te verstoren. Maar zij heeft lak aan hem en dat laat ze duidelijk zien, want ze toont hem haar achterwerk. Ook in een van zijn andere meesterwerken, de teleurgang van het directoire, speelt humor een grote rol. En ik heb vele keren onder de waslijn doorgedoken dat zoiets van mijn moeder dus aan de waslijn hing. En ik denk, daar moet ik iets mee doen. Wat is er nou van geworden? Van die hele directoire. Mm-hmm. Nou, op het eind daarvan, u ziet het resultaat. Op het eind alleen maar 2 wasknijpers, want als je zo doorgaat, we zijn nou bezig met de string. Als je zo doorgaat, dan heb je niks meer aan de waslijn te hangen. Het meesterwerk waar hij nu aan werkt, is het Indisch ouderlijk huis van Trace, zijn nieuwe vriendin.